allemaal, leuk voor kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik heb alweer mijn eerste schooldag erop zitten. Het is ondertussen 2:30. Ik heb eventjes boodschappen gedaan. Ik heb deze hele week introductieweek, terwijl ik al 2 jaar naar school zit. Alsnog heb ik introductieweek, maar dit jaar wordt het heel anders. Want ik ga namelijk stage lopen in de spa. We krijgen les in de spa. Dus daar krijgen we gewoon heel veel uitleg over de komende dagen. Ik was vandaag om 2 uur vrij. En morgen ben ik 3:30 vrij volgens mij. Donderdag zit ik wel tot 6 en vrijdag maar tot 1. Dus dat is wel heel erg chill. En vanaf volgende week begint het echte schoolleven, zeg maar. Met echt lessen en weer stage lopen en zo. Ik ga gewoon weer stage lopen bij mijn oude stage, waar ik vorig jaar ook ben geweest. Om donderdag en vrijdag. Alleen nu hoef ik er alleen maar op vrijdag. Dus dat is super chill. Ik ga eventjes mijn tas afdoen. En die heb ik nog om. Vandaag was niet een hele boeiende dag verder op school. We kregen gewoon een beetje, niet echt eens echt uitleg. Ik ging gewoon spelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. Omdat we nu in een mixklas zitten met ook andere klassen. Dus ja, morgen krijgen we volgens mij hamam training, spa training. Dus dat is op zich wel leuk. Ik heb eventjes boodschappen gedaan. Ik heb eventjes avocado gehaald. Lekker vers bruin brood. En kwark, want die kan ik dan morgen meenemen naar school om te eten. En ja, we hebben nog ei. Ik ga even lekker een eitje koken. 2 denk ik. En dan ga ik lekker avocado prakken en op dat broodje doen. En heb ik in mijn vorige week vlog ook een stukje laten zien hoe ik dat deed. Dat vind ik echt tegenwoordig heel erg lekker. Dus dat ga ik even lekker maken. Dan moet ik eventjes wat pakketjes naar de Primera brengen. Eventjes wat vuil weggooien. En ik heb ook een Zara pakketje ontvangen. Nou, ontvangen. Zelf besteld. Dus ik zal eventjes gelijk aan jullie laten zien. Ik had namelijk 2 jasjes besteld bij de Zara. Omdat, ja, ik wist gewoon niet welke kleur ik nou leuker vond. Dus ik dacht, ik bestel ze allebei. En dan kijk ik gewoon welke ik leuker vind. In mijn vorige weekvlog had je kunnen zien dat ik de rode had gepast in de winkel. Maar ik wil ook heel erg graag weten hoe de groene stond. Want de groene hadden ze niet meer in de winkel. En ik heb echt een heel leuk outfitje in mijn hoofd waar het heel leuk mee staat. Want ik had dus vorige week ook zo'n mom jeans gekocht en een witte trui. En ik denk dat het daar echt heel leuk mee staat. Dus ik ben benieuwd. Dit is de groene jas, of althans jas. Het is echt meer een soort van, ja, vest. Iets voor gewoon koude, nou niet echt de koude dagen. Maar gewoon als je een trui hebt en dit er heel leuk overheen. Dit is de groene en ik vind het echt heel erg leuk. Maar Zoe heeft dus ook al de groene. Dus misschien dat ik wel gewoon de rode hou. Kunnen we alsnog samen afwisselen. Maar ik zou hem dan zeg maar losdragen. En dan met een leuke sweater en zo'n mom jeans. En deze zijn 49,95 per stuk. Want ik heb hier ook de rode. En de rode vind ik ook wel heel erg gaaf. Maar ik zat gewoon heel erg te twijfelen. Want nu vind ik rood zeg maar wel leuk. Omdat ik wat bruiner ben. Maar straks als ik wat bleker ben. Weet ik het niet. Maar ik ga straks niet even plassen. Ik ga eerst even eten. Want ik heb mokerveel honger. Ik ga dit even terug doen in de doos netjes. Ik ga eerst even lekker eten. Pakketjes wegbrengen. Deze vuilnistassen. Of gewoon tassen wegbrengen. En voor de rest heb ik eigenlijk echt geen idee wat ik voor de rest van de dag ga doen. Misschien bij Nieuw slapen vanavond. Misschien komt hij hier slapen. Goed verhaal. Ik ga eten maken. Kijk nou even hoe lekker dit eruit ziet. Ik heb gewoon die avocado fijn geprakt met een vork. Dat op het broodje gedaan. Eitje gekookt erop gedaan. Een beetje zout. Een beetje peper. Een beetje van het chiazaad. En dat ga ik nu lekker opeten. En goede tijden kijken. Ik heb lekker afgegeten. Ik ga eventjes douchen nu. En dan kom ik Nieuwma halen. En dan gaan we eventjes de fiets heen en weer brengen. Want zijn fiets staat nog hier in de tuin. En die wil hij in de auto meenemen. Want hij heeft geen zin om te fietsen. Wat ik snap. Maar dat kan hij niet in zijn eentje. Omdat de achterklep gaat niet helemaal dicht. Dus dan moet ik een beetje de fiets vasthouden. Dus ik ga hem eventjes helpen daarmee. En dan daarna blijf ik ook gelijk bij hem slapen. Dus dat is heel erg gezellig. Wat ik vandaag trouwens aan had is dit nieuwe blouseje van de Zara. En mijn Levi's broek. En ik had mijn groene Isabel Marantz aan. En een jasje van de Zara. Oh, hier ligt die trouwens. Die jasje van de Zara had ik aan. Dus ja. Na de douche ga ik ook even mijn tas inpakken. Want ik moet natuurlijk wel spullen meenemen. Morgen voor school ook. En morgen op school krijgen we haar mam training. Dus ik ben best wel benieuwd. Want ik heb die training al een keertje gehad op stage. Op mijn eigen stage. Dus ik ben benieuwd of het een beetje hetzelfde gaat. Of echt totaal anders. Ik weet echt niet wat ik kan verwachten. Dus ja. En trouwens. In mijn vorige week vlog had ik gezegd. Dat mijn broertje en ik misschien van kamer zouden wisselen. Dat we dat aan ons vader gingen vragen. En het mag. Dus ik denk dat ik binnen nu en een maand met mijn broertje van kamer ga wisselen. Dan wil ik ook weer eigenlijk dezelfde kleur op die muur daar. En helemaal leuk en mooi maken. Ik wil ook een bureautje eigenlijk. Zodat ik daar gewoon lekker aan kan leren en aan kan zitten. Want ik mis soms wel echt een bureau in mijn kamer. Maar dat is niet voor nu. Dat is pas voor over een tijdje. Want mijn vader zei, we gaan het niet binnen nu en een week doen. Dus ik verwacht binnen nu en een maand. Althans, dat hoop ik.
Maar goed, ik ga even lekker douchen en dan zie ik jullie zo. Het was best wel een, nou, het was niet per se een lange dag, maar het was wel een dag met veel informatie. Dus ik ben best wel moe. Dus ik ga lekker op mijn bed Hollands Next Topmodel afkijken en Goede Tijden kijken en YouTube filmpjes kijken. Vandaag hebben we gewoon heel veel informatie gehad over soorten behandelingen die we moeten gaan geven. Want ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb, maar ik moet dus dit jaar, of heb ik dat in deze vlog verteld? Ik weet niet. Maar op woensdag moet ik dus naar school altijd. Vandaag dan toevallig niet omdat het intro week is, maar normaal op woensdag moet ik gewoon naar school. Op vrijdag heb ik stage waar ik vorig jaar ook stage liep. En dan maandag, dinsdag heb ik les in de spa en donderdag heb ik stage in de spa. En we moesten daar ook gewoon mensen gaan behandelen en zo. Dus daar kreeg ik vandaag een beetje uitleg over. En morgen krijgen we training over de producten. En volgens mij ook nog andere dingen, maar ik weet niet zo goed wat. Oh ja, rooster uitleg en zo. Dus dat is wat we morgen gaan doen. En dan vrijdag mogen we lekker zwemmen. Even een beetje, ja, gewoon de spa verkennen. Dus dat is wel chill. Iedere donderdag is mijn rooster dus anders. Als ik zeg maar stage in de spa moet lopen. Ik kan van of van 9 tot half 3. Of van half 3 tot 8 stage lopen. Dat is echt letterlijk iedere week anders. Dus ja. Maar ja, ik heb liever gewoon van 9 tot half 3. Dan ben ik in de middag lekker vrij. Dat vind ik gewoon veel chiller. Ik sta liever vroeger op en ben vroeg vrij. Omdat ik laat kan uitslapen. Want je kan in de ochtend toch niks doen. Ja, ik kan een video opnemen, maar meer dan dat ook niet. Maar goed, ik ga even mijn jas uitdoen. Ik heb trouwens vandaag dit jasje aan van de Zara. En deze trui van Gisele Louise. En een soorten flarebroek. Ik heb gisteren trouwens echt fucking veel. Mijn haar ziet er echt niet uit. Maar we gaan morgen dus ook een gezichtsbehandeling bij elkaar doen. Dus ik heb niet zoveel zin om nu mijn haar te wassen. Want dan is het morgen toch weer vies en vet. Ik ga lekker morgen mijn haar wassen. Maar ik heb gisteren echt fucking veel zwarte kleding besteld. Omdat ik moet op donderdag moet ik zwarte kleding aan natuurlijk. Op stage in de spa. Nou, ik hang nu wel gelijk op in de kast. Ik moet vrijdag zwarte kleding aan als ik stage loop bij mijn eigen stage. Hoe ga ik dit doen? Zo. En volgens mij moet ik tijdens praktijk op maandag en dinsdag ook gewoon zwarte kleding aan. Als ik het goed heb. Dus dan kan ik alleen woensdag bijvoorbeeld gekleurde kleding aan. Dus ik heb even een paar zwarte broeken besteld bij de H&M. En wat zwarte tops. Dus dat komt als het goed ook binnen. Ik had natuurlijk al mijn zwarte alsers besteld. Die staan hier zo. En ik heb gisteren ook hele mooie lelijke zwarte Birkenstocks gekocht. Omdat die moeten we dus verplicht aan. We mogen dus geen andere schoen dan Birkenstocks. Omdat Birkenstocks hebben een hele goede grip ofzo. Maar het moeten die van rubber zijn. Dus ik heb mooie zwarte rubberen Birkenstocks besteld. Voor de stage in de spa. Omdat je mag er dus niet op sneakers lopen. Je moet er op slippers lopen. Maar Havaianas mocht dus niet. Dus ja, maar goed. Weet je, het is maar stage. Ik ga lekker op het filmpjes kijken. Als het goed is, had ik volgens mij gisteren een pakketje van de Zara jullie laten zien. Met deze blouse erin. Hij ligt er ook in het rood. Ik ben nu even aan het passen welke ik leuker vind. Maar ik weet het niet. Want je moet het niet op deze outfit doen. Maar ik had het dus ingedacht met een wit hoodie. En dan zo'n, ja, lichtblauwe mom jeans. En dan mijn Alexander McQueen's of zo eronder. En dan dus zo'n jasje erop. Maar ik weet dus nou niet of ik die groene leuker vind. Of de rode. Ik weet het echt niet. Ik vind die rode ook wel heel erg leuk. Alleen die groene kleur zie je natuurlijk eigenlijk bijna nooit. Maar ik weet het niet. Laat maar de reacties achter welke jullie leuker vinden. Ik ga er nog even over nadenken. Ik weet het echt niet. Ik vind het allebei wel leuk, maar ik ga ze niet allebei houden. Dat is een beetje onzin. En aan de andere kant heb ik iets over, ja, je hebt al fucking veel jassen. Dus waarom zou je? Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik kan er ook gewoon weer even een paar verkopen. Of Unite Rode, bijvoorbeeld deze. Dat draag ik ook echt niet meer. En deze eigenlijk ook niet. Deze helemaal niet. Oké, ik denk dat ik even een paar jassen op Unite Wardrobe ga zetten. En als ik dan een jas verkoop. Of iets verkoop. Dan mag ik hem van mezelf houden. Of dan ga ik er sowieso eentje houden. Dus dat maakt niet uit. Maar het zou lekkerder zijn als ik even mijn kast een beetje kan opruimen. Ik wil binnenkort eigenlijk ook weer even heel mijn kledingkast gaan opruimen en uitzoeken. En dingetjes verkopen en zo. Maar ik denk dat ik dat gewoon ga doen pas als ik mijn broertje van kamer ga wisselen. Want dan moet ik toch alles gaan opruimen en zo. Dus kan ik het beste dan doen. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Vanavond ga ik trouwens bij Miu slapen. Morgen moet ik naar school van 9:30 tot 6:00. Of nou, volgens mij hebben we echt maar tot 9:30 les of zo. Maar we hebben daarna dus een soort borrel op school. En ik heb mijn
OV'er gevonden, maar oké. We hebben volgens mij een soort borrel op school. En dat duurt tot 6. Dus ik moet eventjes kijken. Maar goed, ik ga eventjes wat foto's maken voor jullie wardrobe. En erop zetten. Ik ben alweer thuis uit school. Ik ben echt heel erg uitgeput van de trap, maar oké. Okay. Het was vandaag op zich best wel een leuke dag op school. Eerst hebben we gewoon theorie gehad en daarna Babor training. Want wij werken in de spa waar we stage gaan lopen en zo met het merk Babor. En daar krijgen we ook trainingen over. En vandaag hadden we dus een training. Dus het is lekker zacht en voelt echt heel erg chill aan. Dus dat is top. Daarna hadden we een borrel, want we hebben afgelopen dagen hebben we een soort quizzen tussendoor gedaan. Tussen de les door. En als je... Sorry. Als je alles had gewonnen of zo, dan kreeg je een prijs en onze klas had gewonnen. Dus we kregen een soort pakket die we met z'n allen konden delen om ons kluisje op te leuken. Want we hebben allemaal een kluisje gekregen. Ik deel er eentje met Ro. Dus dat is super leuk. En ik heb ook een pakket binnengekregen van de Xenos. Want zoals jullie... Oh, wat zoals jullie weten, misschien heb ik laatst een samenwerking met Xenos gehad. En daarvoor had ik een cadeaubon gekregen om wat spulletjes te kopen. Maar ik had nog geld over van de cadeaubon. Dus ik zat eventjes bij een nieuwe collectie te kijken. En ik zag echt vet veel leuke dingetjes. Dus ik heb die cadeaubon besteed. En ja, even kijken hoor. Ik vind namelijk luipaard en goud heel erg mooi. En ze hadden dus wat nieuwe dingetjes daarvan. Dus ik dacht, dat ga ik bestellen. Even kijken. Als eerst heb ik... Oh. Deze lamp. Zeg maar zo'n lampenstandaard van een luipaardje. In het, ja, een beetje goudbrons. Ik zal het zo meteen even uit de doos halen. Oh. Dan heb ik nog... Oeh. Groter dan ik dacht. Twee kaarsenstandelaars. Standelaren. En daarbij... Alles plakt aan elkaar. En daarbij twee roze kaarsen. Roze dinerkaarsen. En zoals je misschien kunt zien, twee groene. Maar ik zal het even allemaal uit de verpakking halen. Ik vond die lamp vond ik zo gaaf. Ik hoop echt dat die mooi is. Oh, kut. Oh, piepschuim. Daar heb ik toch geen zin in mijn kamer. Oh. Nou, hoe moet ik dit eruit halen dan? Kijk nou jongens, alle piepschuim, dit meen ik niet. Oh my god, hij is echt veel groter dan ik dacht. Hij is echt heel, oh my god. Hij is echt heel groot. Ik dacht echt oprecht dat hij zeg maar zo klein was. Maar hij is best wel ziek. Dit is dus nummer uno. Deze was 40 euro. Is hij nou kapot? Oh my god, als die kapot is, hè. Heb ik het tenminste wel vast aan op beeld dat die kapot bezorgd is. Ja, hij is afgebroken. Jezus. Kijk. Ik ga hier even snel een foto van maken als bewijsje. Maar dit is dus een kaarsenstandaard. Oh, ik ga even die ander openmaken die wel heel is. Althans, ik hoop dat hij heel is. Ja, deze is wel heel. Oh mijn god, hij is echt heel leuk. Dit is een kaarsenstandaard. En dan met datzelfde luipaardje erop. Vond ik wel echt heel erg schattig. En dan heb ik van die lange kaarsen besteld. Van die dinerkaarsen noem je dat volgens mij. Roze en twee groene. Want die kaarsen heb ik dus al in mijn kamer staan. Maar een ander formaatje. En dan past het er perfect in. Kijk nou hoe leuk. Maar ik ga ze dus even een mailtje sturen over dat deze kapot is gegaan. Want het hoort natuurlijk niet dat iets kapot aankomt. Dus ja. Tadaa. Voor nu ga ik eventjes mijn spullen pakken. Slaapspullen en schoolspullen voor morgen. Want ik slaap vanavond bij mijn moeder. Miel komt ook zo meteen naar mijn moeder toe. Die slaapt daar ook. Dus dat is heel erg gezellig. Ik ga ook eventjes deze troep opruimen. Zodat het gelijk mijn kamer uit is. Ja, dat is eigenlijk een beetje het voor vandaag. Morgen heb ik school. Of eerst moet ik naar de wellness spa. Iets papa moet ik van 9 tot 12. En dan van 12 tot 2 moet ik naar school. Om zeg maar een soort van bijles voor vaktheorie te krijgen. Omdat ik
over 2 weken mijn vaktheorie herkansing heb. Dus vandaar. Maar goed, ik ga dit eventjes opruimen. En dan haar moeder. Ik heb trouwens dit jasje van de Zara vandaag aan. En deze trui van de Primark. En die jasjes die ik gisteren liet zien, die ik ging verkopen of ga verkopen. Die zijn al verkocht op United Wardrobe. Dus ja, die staan er helaas niet meer op. En maar wel andere leuke dingetjes. Dus neem zeker even een kijkje op mijn United Wardrobe. Het is vrijdag vandaag. Ik ben thuis van school. Het is 2:30. Vandaag was een beetje een rommelige dag. Want vanmorgen toen ik sliep eigenlijk gisteravond bij mijn moeder. Toen vanmorgen moest ik hier naar huis om mijn spullen af te zetten. Toen kwam Roma halen. Toen gingen we naar Spaverin. Want toen kregen we zeg maar een peeling uitleg. En we kregen een razoobehandeling uitleg. En daarna mochten we eventjes zwemmen in de spa. En daarna moesten Roma en ik snel naar school. Omdat hij vaktheorie en zij moet AFP herkansen. Ik vaktheorie, zij AFP. En daar kregen we een soort van bijles voor op school. Dus daar moesten we weer heen. En dat is nu afgelopen. Dus ik ben lekker thuis. Ik heb gisteren echt heel mijn planner. Ik weet niet. Ik had in mijn vorige week vlog volgens mij deze planner van Blond Amsterdam laten zien. Ik heb hem echt helemaal volgeschreven tot aan de herfstvakantie. Ik zal het wel even laten zien. Kijk, hij begint dan de 16e. Dus komende week heb ik er nog niet ingeschreven. Maar dit is zeg maar echt belangrijke dingen. Bijvoorbeeld werken heb ik dan groen gemaakt. Als ik gewoon les heb, is het roze. Maar er staat LWP, omdat dit echt op school is en dit is in stage. Spa is gewoon ja, in de spa stage lopen. Stage op mijn eigen stage is groen of paars. Toetsen is geel. Hier heb ik bijvoorbeeld 3 dagen les. 2 dagen in de spa op school. 1 dag op stage. 2 dagen werken. Ja, super chill. En hier heb ik dus herfstvakantie. En hier heb ik ook herfstvakantie. Want ik heb dus 2 weken herfstvakantie. Alleen ik moet op dinsdag en donderdag moet ik wel in de spa. Maar dat vind ik niet zo erg. Of nou, we hebben dus niet echt 2 weken herfstvakantie. We hebben dus 1 volle week gewoon echt herfstvakantie. Die iedereen herfstvakantie heeft. En de andere week heb ik 2 dagen spa, maar geen school. Dus ik heb een soort van 1,5 week herfstvakantie. Soort van, ik weet niet echt hoe ik dat kan uitleggen, maar goed. Voor nu ga ik eventjes wat pakketjes op de post doen, want ik heb 3 jasjes verkocht via United Wardrobe en een portemonneetje van Zalig en Potter. Dus die ga ik eventjes op de post doen. Dan loop ik denk ik ook eventjes naar de HEMA, want we hebben dus gisteren op school een kluisje gekregen. Ik weet niet of ik dat verteld heb, maar ik wilde dus samen met Ro een kluisje. Het heet trouwens geen Ro, het heet Rowan, maar we deden dus samen een kluisje. En ik ga even kijken of er nog leuke versierdingetje, want het is echt best wel een groot kluisje. En we wilden gelijk, want we hebben dus ook een pakket van school gekregen waarmee we het kluisje kunnen versieren. Maar Ron en ik willen gewoon nog allemaal andere leuke dingen. Dus daar ga ik ook even voor kijken. En vanavond hebben we een superleuke surprise party van Romy. Ik kan het nu vertellen, want deze video komt dinsdag online. Maar Romy die gaat studeren in Antwerpen. Dus ze gaat daar ook wonen. Echt super jammer. Maar ja, wel super ziek natuurlijk dat ze in Antwerpen gaat studeren. En we hebben vanavond met alle vriendinnetjes en ook wat familie volgens mij komt. We hebben een surprise party. En we hebben echt super veel leuke cadeautjes voor haar. We hebben een, ja niet deze waterkoker, maar we hebben een waterkoker helemaal in het roze. We hebben een broodrooster helemaal in het roze. En we hebben ook nog, wat hebben we nou nog meer? We hebben nog iets helemaal in het roze. Koffiezetapparaat? Nee, wat hebben we nou? Ja, ik weet het niet. We hebben in ieder geval 3 roze dingen voor haar. Super leuk. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de reactie. Maar ze is dus een beetje ziek vandaag. Dus we kregen net een snap dat ze in bed lag in Antwerpen volgens mij. Want haar ouders gaan haar dan ophalen. En haar broer is dus thuis. Die kan voor iedereen open doen. En dan ja, gaan haar ouders haar gewoon ophalen. Want in het weekend is ze soms wel in Den Haag. En dit is dus haar weekend in Den Haag. Want de afgelopen week is ze al aan het Antwerpen geweest. Dus ik ben echt super benieuwd hoe ze het gaat vinden. Ik weet niet of ik daar echt kan filmen. Want er is natuurlijk ook gewoon familie. En ja, daar ga ik geen. Ja, die willen denk ik niet op de film. Maar ja, ik ga gewoon even kijken wat ik wel kan filmen en wat ik niet kan filmen. Maar ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat ze ook van haar cadeautjes gaat vinden. Sowieso echt onwijs leuk. Ja, ik wil nu gewoon weten eigenlijk wat we hebben. Wacht, ik ga het even opzoeken. Oh ja, we hebben een broodrooster, een waterkoker en een smoothie mixer. Ik weet of je het goed kunt zien. Maar allemaal in het roze. Echt super leuk. Dat hebben we voor haar gekocht. Met alle meiden. Dus dat is echt heel leuk. Voor nu ga ik eventjes die pakketjes inpakken en op de post doen. Dus en eventjes naar de HEMA. Weet je, de laatste tijd heb ik echt een beetje dat ik wijde broeken leuker vind. En van die losvallende truien en zo. Ik denk dat ik een beetje, ja, ik ga ook echt, het is echt heel erg. Maar ik ga heel mijn kledingkast binnenkort weer uitzoeken. En super veel op United Wardrobe verkopen. Want ja, ik wil gewoon weer allemaal lekker herfst- en winterkleding en zo. Maar ik zal even laten zien wat ik aan heb.
Ik heb deze broek aan van de Zara. Die had ik laatst nieuw gekocht met roze aan de stad. En hij heeft bij je knieën van die gaat. En het is een beetje zo'n mom jeans of zo. En dan heb ik mijn Alexander McQueen's aan met die... ik weet niet of je het ziet. Met de roze achterkant. En dan heb ik dit jasje van de Zara. En deze hoodie van de Zara. Lekker helemaal de Zara. Maar oké. Ik ga eventjes... trouwens ook mijn zwemtas uitpakken. Want we hebben natuurlijk gezwommen. En dan ga ik... pakketje pakken. Pakketjes zijn ingepakt. Deze papieren zakken haal ik eigenlijk altijd bij de Action. Die, maar die ook. Sam komt net thuis. Dus ik ga deze nu even naar het postkantoor brengen en ook een pakketje ophalen. Want als het goed is, is er ook een pakketje bij de vandaan en bezorgd. Hoi. Pakketje bij de aan heb ik opgehaald. Ik zal wel even laten zien wat erin zit. Het is alleen iets heel boeiend, want het is dus allemaal voor staartje. Dus het is allemaal zwart. Oh, kijk dan. Alles is gewoon zwart. Oké, even kijken hoor. Ik heb als allereerst een zwart t-shirtje. Omdat het is in de spa af en toe gewoon best wel warm. Dus dan wil je niet met lange mouwen lopen. Oh, grapje, dit is wel lange mouwen. Als eerst een t-shirtje met lange mouwen. En dit is dan voor stage. In de spa draag ik geen lange mouwen, maar op stage wel. Want op stage is het soms best wel koud. Het is gewoon een simpel zwart t-shirtje met lange mouwen. Ik heb hem in de maatje XS. En dan heb ik hier een XS. T-shirtje. Dit is wel voor de spa. Dat is gewoon veel luchtiger, veel lekkerder. Dan heb ik nog iets zwarts, uiteraard. Kijken. Volgens mij zit hetzelfde t-shirtje. Ja, nog datzelfde t-shirtje. Ik heb hem eventjes twee keer besteld. Aangezien ik natuurlijk twee keer spa in de week heb, dacht ik, is het wel zo fris om twee verschillende te hebben. Dan heb ik een gewoon simpel zwart hemdje. Want als ik een hamambehandeling moet geven, dan in die cabine is het echt veel te heet. Echt bloedverziekend heet is het daar. Dus dan is het lekkerst om gewoon een zwart hemdje aan te hebben. Dus die. En dan heb ik als het goed is alleen nog maar broeken. Want in de spa mogen we dus alleen maar pantalons aan. En ik heb al één pantalon, maar ik dacht twee dagen spa, dus wel... twee pantalons, zeg maar. Dat is wel het chillste. En deze zijn maar 15 euro. En die vind ik echt super chill zitten. Dus daar heb ik weer eventjes een nieuw van besteld. Oh, deze is wel anders trouwens, zie ik nu. Maar deze lijkt me wel chiller, want deze heeft elastiek. Maar oké. Het is gewoon een hele simpele zwarte pantalon. Verder niks bijzonders. Het heeft dus aan de achterkant elastiek. Aan de voorkant zit verder geen rits of zo. Dus ik hoop dat ik hem pas. Wordt in ieder geval die. Deze was voor 15 euro. En dan heb ik ook nog voor stage een zwarte broek besteld. Want ik heb nu twee zwarte broeken. Maar op vrijdag moet ik een zwarte broek aan. En op dinsdag en donderdag dan een pantalon. Maar op maandag moet ik ook een zwarte broek aan. Dus ik dacht, ik bestel nog eventjes een zwarte broek erbij. En deze was in de sale maar 9 euro. Dus ik dacht, ja, weet je, ik kan niet heel veel mee misgaan. Dit is de super skinny regular waist. Het zal allemaal wel. Als het zwart is, dan vind ik het prima. En als het past, vind ik het ook prima. Ik ga eventjes mijn jas uitdoen, want ik heb het echt veel te heet. Oh, wat handig, joh. Die broek, dat zie ik nu pas, is van de petite lijn. Dus dan pas ik hem sowieso. Super chill. Maar oké, ik ga nu eventjes lekker filmpjes kijken. Ik ben echt best wel moe. Want deze week heb ik heel de week moest ik om 7:30 opstaan. En dat heb ik heel de vakantie niet gedaan. Dus dat is best wel eventjes inkomen weer. En ik ga denk ik eventjes kijken online voor wat leuke kamerdingetjes. Want mijn broertje en ik gaan natuurlijk veranderen van kamer als het goed is. En ik denk dat ik gewoon dezezelfde kleur in die kamer wil. Voor verf. Dus ga ik eventjes voor kijken. En ja. Dit is trouwens de kleur Urban Taupe van Flexa. Maar ik had hem toen volgens mij van de Gamma of zo, weet ik veel. Maar goed verhaal. Ik ben ook zo benieuwd naar Romy vanavond. Oh my god. Ik ga alvast naar Dagmar toe. Want Zoe, Dagmar en ik, die gaan er met z'n drieën heen. Maar we gaan ook gezellig met z'n drieën eten. Dus ik ga nu alvast naar Dagmar. En dan gaan we samen naar Zoe. Want we eten bij Zoe. Lekker kip met patat. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Maar eerst ga ik eventjes Dagmar ophalen. Dan ga ik eventjes bij mijn moeder thuis een tas ophalen. En dan gaan we weer terug naar Dagmar. Dan kan ik ook gelijk even het huisje van mijn moeder aan Dagmar laten zien. Dus dat is wel heel erg leuk.
Dat was heel vaak Dagmar in één zin, maar oké. Ik ga nu naar Dagmar. Ja, is dat goed? Zeker goed, joh. Zo, ik ga niks boeiends of zo aantrekken, denk ik. Ik ook niet. Ik heb nog niet eens gekeken. Zo heeft voor ons gekookt. Gezonde aardappelfrietjes. Met, ja, met kip. Het is heel goed voor naar het sporten. Oh. Is smakelijk. Nou, zijn jullie hier nou ook? Wat leuk. Wat ga jij eten? Ja, ik ga niks eten. Ik heb alleen wat te drinken besteld. Oh, jij bent aan de lijn, hè? Nou, ja. Nee, jij niet, nee. Het is zondag vandaag en ik lig lekker in bed, want ik heb het echt heel erg koud. Het is zondagochtend. Mewtwo is hier vannacht blijven slapen, maar die moest trainen. Of nee, die had een wedstrijd, dus die is naar de voetbal toe. Gisteren heb ik niks gefilmd, want ik moest gisteren gewoon werken. En verder heb ik gisteren eigenlijk niet echt iets gedaan. Voor vandaag moet ik echt heel mijn kamer op gaan ruimen, want het is één grote bende. En ik ga vuilniszakken pakken. Ik ga gewoon echt alles weggooien gewoon. Het is echt één mega bende. Het kan echt niet meer. En het regent buiten echt mega, mega hard. Dus iets anders dan dat vandaag heb ik ook niet echt te doen. Dus ja, ik heb het zo. Oh, ik ben zo moe, maar ik kan gewoon niet uitslapen of het lukt me gewoon niet. Dan als ik eenmaal wakker ben en denk ik, oh, filmpjes kijken. En dan kan ik gewoon niet meer slapen. Morgen heb ik gelukkig niet echt een hele lange schooldag. Ik hoef maar een uur en een kwartier naar school. Maar ik moet wel in de middag werken. Maar ja, mijn hoofd ziet er ook echt niet uit. Maar goed, ik ga jullie eventjes de status van mijn kamer laten zien. Wat voor erg troep het is. En dan ga ik dat maar beginnen met opruimen. Het is nu 10:30. En ik ga denk ik ondertussen op mijn laptop even filmpjes aanzetten of zo. En dan gaan we beginnen. Ik weet niet of je het goed ziet op de camera, maar kijk even wat voor fiets weer het is. Baba. Oké, dit is dus de status van mijn kamer. Hier is de deur. Hier is mijn bed. Dat valt nog wel mee, want hier heb ik net ingelegen. Maar dit. En dat. En dat. En dit. Is echt veel te erg. Het moet echt opgeruimd worden. Dus dat ga ik nu lekker doen. Kijk, hoe laat begon ik? Nou, na dik 1:40 ben ik eindelijk klaar. Ik heb mijn pyjama nog aan, dus let er niet op. Er zijn nog een paar dingetjes die gedaan moeten worden. Zoals mijn kledingkast, want dat is echt één mega grote bende. Maar nu ga ik eerst even lekker op bed liggen en ontbijten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Dit moet ook nog weg, want dit zijn dingetjes voor mijn uitzet. En daarbovenop staat een doos en daar moet dat in. Maar daar kom ik zelf niet bij, dus ik moet wel eventjes wachten tot of mijn vader of dat Milan thuis is. Deze zonnebrand en deze tas moet naar mijn moeder. Dus dat staat hier ook nog eventjes. En deze broek moet naar Jet, want die is van Jet. En dit is dat kapotte ding van de Xenos. Dus die laat ik nog wel eventjes hier liggen. Om te kijken wat zij eraan gaan doen. Oh, alleen mijn spiegels ga ik nog even schoonmaken zo meteen met een doekje.
Dus dat is eigenlijk nog het enige. Maar ik zal jullie eventjes laten zien hoe schoon het is geworden. Oké, okay, nou hier is weer ingang van mijn deur. Hier staat een vuilniszak met kleding die ik eventjes weg moet gaan brengen. Dan heb ik hier gewoon mijn bed. En hier liggen twee dekentjes. Ik wil eigenlijk een soort van mand gaan kopen waar ik die dekentjes in kan bewaren. Maar die heb ik nu nog niet, dus die ligt even op mijn bed. Hier ligt een H&M bestelling waarvan ik eventjes een paar dingen moet passen. Wat ik hou kan ik in de kast doen. Wat ik niet pas, dat ja, moet ik even terugsturen. Nou, verder gewoon mijn bed. Dan heb ik hier eventjes het snoertje van mijn laptop liggen. Daar heb ik een bakje met allemaal snoeren. Mijn spiegel. Hier heb ik dus dit kastje met mijn nieuwe lampenstandaard. Nou, hier moet je even niet op letten, want dit gaat dus weg. Wacht, ik zal het eventjes wegleggen. Even kijken, dan staat er een plateautje van de Action. Het is eigenlijk een bord, maar ik gebruik hem voor al mijn sieren of al mijn luchtjes op te zetten. Dan heb ik hier een mandje van de Action met al mijn scrunchies en haarbandjes en zo. Het zijn er echt heel veel. Een sieradendoos waar allemaal hele oude sieraden in zitten. Ik ga even het raam dicht doen, want die mensen buiten maken echt ongelooflijk herrie. Nou, dit moet dan naar mijn moeder. Even kijken of ik dit met één hand kan. Hier zit alles voor nagelspullen in en wax. De wax, is die dicht? Ja. Dan zit hier, oh, allemaal beautyproducten in. En in die la, oh, ik kan dit zo slecht laten zien met één hand. En die la daaronder ook. Maar ik wil dus als ik naar Sam's kamer ga, als Sam en ik gaan wisselen, wil ik dus zo'n Alex ladekast. Zodat ik daar het haar allemaal in kan doen. Maar als ik dus naar Sam's kamer ga verwisselen, ik hoop nog dat het mag. Dan ga ik daar een aparte video over maken van het hele proces, het opnieuw indelen en dat soort dingen. Als ik met Sam van kamer ga wisselen, hou me kanaal in de gaten. Ik denk dat dat misschien voor de herfstvakantie nog wel zal gebeuren. Althans, dat hoop ik. Oké, okay, we gaan eventjes verder. Er staat hier mijn nieuwe schooltas en mijn koffer met trolley. Dan heb ik gewoon deze kast. En daar heb ik hier een bakje met allemaal kleingeld in zitten. Mijn pasjes, plank met kaarsjes en een leuk boekje. Normaal zou dat dus zo liggen, maar ja, ik heb voor dit eventjes geen andere plek. Dus dat leg ik eventjes hier naar. Oh, deze kan wel hierin. Zo. Oké, okay, dan staat hier een boekje van Chanel, mijn sleutels, tasje van Chanel, een glazen pot met stenen van Koster in, een Boeddha, geen idee waar die vandaan komt, kaarshouder zonder kaarsen, die is van Jet en dan laptophoes. En gewoon deze vakjes, daar zit verder niet echt iets bijzonders in. Hier zitten schoolproducten in, hier zitten schoolboeken in en zo. Hier zit shit in om United Wardrobe dingen mee te versturen en onder allemaal elektronica en zo. Dan heb ik deze plank en met die leuke nieuwe kandelaar. Maar ja, ik wil er dus eigenlijk nog eentje bij. Dus hopen dat ik of een nieuwe krijg of iets gedaan kan worden. Dan een fotolijstje met Dagmar en eentje met Zoe. Een scootertje uit Ibiza. Geen idee waar dit vandaan komt. Volgens mij is die van de Xenos en die van de Action. Dan heb ik hier een box staan met allemaal beautyproducten erin. Twee Linda's. Een boekje met mijn sieraden erin. En bovenop staat het tasje van Caruela. En twee van die dingetjes van... Deze heeft dan wel weer een merk, ja. Nou, hiervan geen idee waar dit van is. Het is van Kwantum of Intratuin. Zo'n winkel. Oh, stofdoekje. Dan staat hier een Boeddha. Nog een Boeddha en een Tiffany & Co. doosje. Dan hier aan de zijkant staat mijn koffer. Wat pakketjes. En een hoedje, die is nog van Zoe. En dan mijn kledingkast. Make-up tafel. En nog een kledingkast. De kledingkasten zijn dus echt nog mega erg troep van binnen. Maar ik denk dat ik dat gewoon volgend weekend ga doen. Maar daar heb ik nu geen zin meer in. Maar mijn make-up tafeltje heb ik ook opgeruimd. Hier zit nu een beetje, ja, random dingen in. Neusspray, de pil, tampons, lenzen, lipantenne, van alles. Hier mijn dagelijkse make-up tasje. Make-up reiniging, dagcreme. Bril is nog van Dagmar. Die leg ik wel eventjes bij Jetro Broek. Want dan weet ik van, deze spullen zijn niet van mij. Er zit hier trouwens een verf. Een vlek door het wenkbrauwverf. Echt super zonde. Dan een bakje met allemaal kwasten. Wattenstaafjes. Hier zit een bakje voor festivals. Hier zitten allemaal steentjes op. Verder allemaal glittertjes. Duolijn, want daar plak ik het altijd mee op.
Hier een bakje met borstels. Elastiekjes. Zwitsel, deo, spiegel. En hier zitten dingen in die ik eigenlijk elke dag voor mijn haar gebruik. Deze crème. En dan vloempoeder en soms biosilk. Ja, nog een spiegeltje. En dan heb ik hier al mijn make-up. Het is ja, ik gebruik nooit make-up. Dus voor iemand die nooit make-up gebruikt is het wel veel. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die meer hebben. Maar in ieder geval hier ligt alles voor mijn ogen. Dus oogschaduw, mascara, oogpotlood. Maar ook dingetjes voor mijn wenkbrauwen. Hier ligt alles voor het gezicht. Dus blush, highlighter, bronzer, poeder, primer, vloeibare highlighter, CC cream, foundation. Hier ligt eigenlijk ook alles. En hier alles voor de lippen. Dus labello, lipstick, liquid lippstick dingen, lippotloodjes. Dat. En dat was het eigenlijk wel weer. Als ik straks misschien met zijn van kamer verwisseld ben, ga ik wel een uitgebreidere roomtour doen. Maar dat vind ik nu een beetje zonde, omdat ik waarschijnlijk toch van kamer ga wisselen. Al begin ik af en toe wel een beetje te twijfelen. Want als mijn kamer is opgeruimd, is mijn kamer wel gewoon... Ja, vind ik het wel gewoon leuk of zo. Maar ja, moet ik het wel opgeruimd houden. Voor nu ga ik eventjes lekker op bed liggen. Even lekker wat ontbijten. Filmpjes kijken. En dan daarna heel misschien mijn kledingkast opruimen. Maar dat, ik denk dat ik dat gewoon volgende week doe. Ik heb daar echt geen zin meer in. Dus ja. We zijn ondertussen 2,5 uur verder. Ik heb heel mijn weekvlog alvast bewerkt. Dus die is helemaal af. En ik dacht, ik ga gewoon gelijk de weekvlog afsluiten. Want ik ga de rest van de avond toch niks voor doen. Milan die komt zo meteen, als het goed is, weer terug. Mijn vader komt thuis. We gaan vanavond lekker spaghetti carbonara eten. Heb ik er ook veel zin in, want dat is echt mijn lievelingsspaghetti. Maar voor de rest ga ik toch niks meer doen. Ik ga niet mijn kast opruimen. Dat doe ik lekker volgende week. Ik ga gewoon lekker filmpjes in bed kijken en lekker uitrusten. En ik heb even een dekentje gepakt, want ik heb het best wel koud. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vonden jullie hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Ik weet niet, maar ik vond deze week echt weer heel erg leuk om te vloggen. Er zit gewoon weer een beetje regelmaat in mijn leven, omdat ik weer naar school moet. Dus dat is ook fijn voor jullie denk ik om naar te kijken. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!